Zo, dat was mijn dagelijkse make-up routine. Ik hoop dat jullie het nuttig vonden. Ik som nog eventjes alle producten op die ik hier gebruikt heb. Dit is geen gesponsorde video. Ik word niet betaald om jullie bepaalde producten te verkopen of zo. Nee, dit is gewoon ja, wat ik zelf het liefst gebruik. Voilà. Na het reinigen van mijn gezicht ben ik gestart met een dagcrème van Aderma. De Rhea Calm, die is heel verzachtend, soothing. En die is ook heel goed tegen roodheid. Daarna startte ik met een foundation van Bioderma. Nu, officieel is dat geen foundation, maar een B&B-crème. Maar hij heeft echt wel alle kwaliteiten van een foundation. En dat past ja, ook heel goed bij mijn huidskleur. Daar moet je ook op letten. Een foundation, dat is heel belangrijk. Ja, het woord zegt het natuurlijk al zelf. Je legt een eerste laag, een basis. En die beïnvloedt alles wat daarna komt. Ja, als uw foundation al wat ouder is, want die dingen kunnen dus slecht worden na een tijdje. Ik wist dat vroeger niet, maar dat kan dus. Ja. Soms is de foundation die je al jaren gebruikt en vertrouwt, plots niet meer goed. Je merkt ineens dat je er niet meer hetzelfde uitziet. Dat je kleur is veranderd. En hij is minder dekkend, minder blijvend. Of het was gewoon een miskoop. Dat kan ook. Ja. Je kunt je toch echt enorm vergissen in iets. Hè. Iets wat je probeert en wat fantastisch lijkt, blijkt dan na een tijdje toch niet zo... Ja, en dat kan bij make-up natuurlijk ook. Hè. Ja. En toch blijf je dan, zelfs wanneer dat je dat weet, nog altijd bij dat ene product. Gewoonte, angst, onzekerheid, schaamte. Ja, omdat je er al een aantal hebt uitgeprobeerd. Omdat je denkt, ja, er is toch niks beters. Zo gaat dat toch met alle foundations. Omdat je denkt... het toch niet anders kan? Omdat je die stomme foundation toch graag ziet en je ook niet weet wat er dan moet veranderen, ondanks alle gebreken. Omdat je denkt, ja, door die foundation weg te halen, haalt je heel de basis onderuit. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ja, een goede foundation is de juiste concealer ook heel belangrijk. Ja, als je kunt daar kleine oneffenheden of imperfecties in de huid heel gemakkelijk mee camoufleren. Als je hier en daar zo wat last hebt van rode vlekjes, dan kun je met een beetje geduld en de juiste concealer alles volledig wegwerken. Ja, jullie zagen mijn make-up routine daarnet versneld. Dus ik stel voor dat we even terugspoelen. Ja, op het einde breng ik altijd wat poeder aan. Dat zorgt voor een mooie matte look. Ik gebruik meestal heel wat concealer op mijn oogleden. En daarom doe ik de oogschaduw op het einde. En een beetje mascara. Liefst waterproof. Dan een eerste laagje concealer op de rode vlekken. Die kunt je voorzichtig blenden met je vingers of een sponsje. Ik kies zelf liefst voor een sponsje, omdat je dan wat zachter kunt hebben. Sommige plekken kunnen gevoelig zijn voor de druk van je vingers. En dat sponsje dat verspreidt het ook iets beter, vind ik. Ik sta er altijd versteld van hoeveel zo'n concealer kan verstoppen als je genoeg laagjes gebruikt. Hoe je gezicht er als nieuw kan uitzien. Alsof het nooit eerder werd gebruikt. Nooit moe. Nooit uitgeput. Nooit volledig verslagen. Weerloos. Door wind of woorden de weg kwijt.
Alsof het nooit iets hards gezien heeft. Kijk hoe een vloeistof u het idee kan geven dat er niks onder de oppervlakte ligt. Hoe niemand nog kan zien hoe het daarvoor was. Of ja, zich zelfs maar kan voorstellen dat er een daarvoor was. Heel gek hoe onze huid soms meer aan kan dan ons hoofd. Hoe ze sporen toont. Alsof ze zegt dat het daar is. Enkel daar, op dat ene plekje. Enkel daar. Enkel daar de impact voelde. Gek, hoe spoorloos, hoe onaangetast we zijn met de hulp van een crème. Terwijl er in essentie niks veranderd is. Ik heb het woord ooit opgezocht in een Engels woordenboek. Concealer. Het heeft twee betekenissen. Iemand die iets verbergt. Een verberger van de waarheid. Zo stond het er. Een verberger. Alsof dat iets is wat je kunt zijn. De handeling wordt gewoonte. En je wordt wat je doet. En bij de tweede betekenis stond cosmetica. Alsof dat twee verschillende dingen zijn. De concealer die ik gebruik, dat is die van Yves Saint Laurent. Hij heeft ook een zonnefactor. Dat is handig, staat er op het doosje. Ja. Blootstelling aan de zon is schadelijk voor de huid en kan langdurige gevolgen hebben. Alsof het alleen het licht is dat ons raakt. Alsof iets verbergen hetzelfde is als iets beschermen. Sommige dingen zijn niet terug te spoelen.